Voordat we met de trainersvisie beginnen, even een prijsvraag. Wat mist u hier? Roland, hoe is het met je? Goed, Pie, dankjewel. Ja, je had je zaterdag na die wedstrijd tegen Odin een beetje een goed gevoel? Ja, kijk, je wil altijd winnen natuurlijk. Dan is het gevoel nog beter. Maar je kijkt wel naar... Je hebt een slechte reeks gehad, waarin veel dingen ook tegen zaten. Vervolgens ga je met de ploeg kijken van, nou, hoe kunnen we bepaalde dingen weer beter doen? Hoe kunnen we beter staan bijvoorbeeld? Dat vond ik dat we dat de organisatie waren in het middenveld iets anders gepositioneerd. En we stonden gewoon veel beter. We konden veel makkelijker ook als we balverlies leden de counter voorkomen bij hun. We hebben ontzettend veel balbezit gehad. Ik heb vanmiddag de hele wedstrijd teruggekeken en het was één richtingsverkeer de hele wedstrijd. En we hebben ook, denk ik, voldoende kansen gecreëerd om de wedstrijd gewoon te winnen. Dat is dan helaas nog niet gelukt. Ik denk dat we er wel dichtbij hebben gezeten met een paar hele grote kansen. Dus ja, vervolgens is nu even van weer doorbouwen. Hè. Weer goede dingen gezien, dat er weer uithalen, dat vasthouden. En nu gaan werken weer van, nou, hoe kunnen we nog meer kansen creëren? Dat scoren, dat gaat ook wel vanzelf wel weer. Daar ben ik niet bang voor. Oké, maar het blijkt dus ook gewoon dat je toch wel inziet dat er ook wat fouten gemaakt worden. Dat je daarop reageert en dat je vervolgens de organisatie toch iets aanpast. Ja, maar dat doe je altijd. Je kijkt altijd. Het is niet zo dat ik stijf aan een bepaalde speelwijze vasthoud. Je kijkt wel natuurlijk van hoe vullen bepaalde spelers dat in en hoe kan het nog beter. En in dit geval hebben we het iets gekanteld. Dan komen een aantal spelers beter tot hun recht. Maar het betekent ook weer wat natuurlijk. Hè. Dus het geeft altijd weer iets van, ga je aanvallend weer iets meer of iets minder brengen. Dat heeft altijd te maken met natuurlijk hoeveel mensen hou je voor de bal en hou je achter de bal. Dus ja, wat je ook doet daarin, je zult dan wel ergens concessies in doen. En dat is in dit geval ook zo. Maar ik denk dat het op dit moment gewoon wel heel erg belangrijk is dat wij vasthouden aan een gesloten organisatie. En neem nou ONS bijvoorbeeld, dan zie je het laatste half uur dat we behoorlijk uit de organisatie lopen. Dat was tegen Quick Boys. Uit de organisatie lopen, ja, en dan ga je gewoon veel weggeven. En nu hebben we het kunnen volhouden 90 minuten lang om gewoon goed in de organisatie te blijven. Wat hebben we gecreëerd? Volgens mij ze hebben één schotkans gehad die erin is gegaan en een aantal mogelijkheden uit standaard situaties. Als verslaggever van VOC Lokaal wond ik me een beetje op over dat balverlies van Frank en wat er daarna gebeurde. En dat is dan ook weer typisch zo'n moment dat een leerschool moet zijn, ook voor zijn medespelers. Want ik legde de nadruk op die fout van Frank. Maar ik denk dat wat er daarna gebeurde, dat niet proactief verdedigen was, laat ik het zo zeggen. Die middenvelder van Odin, die kon zomaar nog een metertje of 10, 5, 8 misschien doorlopen en vervolgens op doel knallen. Nou, kijk, Frank was op dat moment de dichtste bij de bal. En bij ons is de afspraak dichtste bij de bal, die moet altijd druk op de bal houden. En zorgen dat hij niet uitgespeeld wordt. En hij werd uitgespeeld en daarna kon hij niet doorlopen, want de rest van de spelers konden daar helemaal niks aan doen. Dus hij werd direct uitgespeeld en daarna schoot hij op goal. Daarachter zat zoveel ruimte. Nee, maar ja, die konden niks doen. Kijk, afspraak is, je moet druk op de bal houden, dichtst bij de bal is druk op de bal. En als je dan die anderen, die hebben ook, die moeten vasthouden in een organisatie, die kijken ook, die dekken iemand af, die dekken een man af. Normaal gesproken verwacht je ook een paas richting de spitsen daar. Dat is de taak van degene die dichtst bij de bal is. Dus die moet zorgen dat hij de diepe bal eruit haalt. En in dit geval werd hij uitgespeeld. En schoot hij natuurlijk gewoon direct die bal erin. Dus daar had ook niemand de kans om nog uit te stappen. Dat heb ik vanmiddag wel bekeken. En wat mij persoonlijk altijd een beetje stoort, is dat supporters nogal gauw kritiek hebben op wat leptosome types spelers. Want je hebt leptosomen, dat zijn de wat lange slungerachtige... zogenaamd luie spelers, een beetje Piet Keizer figuren. Maar je hebt ook picknische types. Daar zou jij onder andere in horen. Klein, gedrongen, veel spierkracht, explosief. Dat. En vaak zien supporters dat zo graag. En dan hebben ze heel gauw kritiek op die types als Roald de Vries, Maurice de Ruiter. Als die eventjes ook een beetje op dat slungelachtige maniertje aan het lopen zijn. Snap jij dat?
Of wil je ook uitleggen dat het beduidend anders in elkaar zit? Nou, je noemt nogal wat. Nou ja, goed. Ik kan er geen oordeel over hebben. Ik kan me niet voorstellen dat je loopt te ergeren aan Maurice of aan Roald. Ja, misschien oogt het af en toe eens een keer zo. Maar uiteindelijk zijn we gewoon belangrijk voor dit team. En wij moeten het met deze groep doen. En daar hebben we vertrouwen in. Dus ik weet niet zo goed wat ik met die vraag moet. Kijk, als je weer naar de tegenstander kijkt, ook trainer van de tegenpartij die zegt: nou, IJsselmeervogels, hebben jullie veruit de beste voetballende ploeg. Dus ja, en hier wordt af en toe gezegd dat we niet goed voetballen. Dus iedereen mag zijn mening hebben. Maar goed, daar kan ik niet zoveel mee. Dus ik moet gewoon kijken dat wij goed voetbal spelen, zodat we punten halen. Dus daar ligt de focus op. Okay. Heb je het idee dat het met Joran Pot alweer wat beter gaat? Jawel, want het was eigenlijk een twijfelgeval voor afgelopen zaterdag. En ik verwacht eigenlijk gewoon dat hij deze week gewoon volledig kan trainen. Basiel, hoe is het daarmee met die blessure? Heb je nog geen zicht op? Nee, na de wedstrijd even kort gesproken. Toen leek het nog mee te vallen, zei hij. En we gaan straks even kijken. Ik verwacht dat het meevalt, maar... Ik moet zeggen dat Joran zijn positie behoorlijk goed invulde. En dat Heiko op zijn beurt daar op die rechtsbackpositie ook naar behoren speelde. Ja, ik vind de laatste lijn heeft het sowieso. Allemaal hebben ze het prima gedaan. Ik vond dat Joran in het begin ook goed speelde op rechtsachter. Heel veel dreiging had naar voren toe. Het was heel compact allemaal bij hun. En dan moet je over de zijkanten doorkomen. Dat deed hij goed. Dus we hadden wel even dat we dachten van vervelend. Dan moeten we Joran daar weghalen. Maar uiteindelijk moest Joran centraal spelen. En dan zag je wel met Joran en met Rico heel veel voetballend vermogen centraal weer. En Heiko heeft het ook prima ingevuld. Dus we waren wel heel erg tevreden over, ja. Nu toch over tevredenheid hebben en positieve zaken. Koen Vloedgraven komt eraan en Benjamin Roemion die maakt echt lekkere stapjes, hè? Ja, ik vond van Benjamin, kijk, vorige week was hij heel veel aan het doen, zeg maar. En nu was hij ook, zeg maar, heel veel aan het doen. En dan was hij ook gewoon echt heel erg dreigend. En heel erg bepalend. Hij maakt natuurlijk een goede goal. Maar hij zat ook bij een situatie nog die goed uit had kunnen spelen. Hij zat nog dicht bij een kopbal die er nog bijna inging. Dus hij is gewoon veel onderweg. En dat is gewoon prettig, zo'n type daar. En die houdt de hele boel op. Houdt altijd de twee mensen bezig. Nou, Koen heeft het ook hartstikke goed gedaan. Hè? Die heeft dus samen met Harry iets meer op de middenas gespeeld. Is dat zo ook zo'n verandering? Nou gaat de trainer van Lisse, die zit hier naar te luisteren. Oh ja, stop voor mij. Maar goed, als ze hun huiswerk hebben gedaan, dan... Nee, maar goed, dat zijn in principe twee spelers die eigenlijk een beetje op dezelfde positie horen te spelen. Maar goed, dat kan niet. Of je moet wat anders gaan spelen. Wij vonden het ook nodig gezien dat we af en toe kwetsbaar waren. En zaterdag heb ik gezien dat wij veel beter stonden. En vooral om de bal terug te veroveren, dus in omschakeling. Lisse, wat verwacht je daarvan? Doorzetten deze lijn? Nou ja, ik heb daar wel heel veel vertrouwen in die zin van dat we eindelijk weer een tegenstander gaan krijgen die ook druk vooruit zet, die het spel wil maken. Hun moeten natuurlijk ook, hè. Ze staan niet voor niks daar bovenaan. Dus die willen hier gewoon 3 punten halen. Dus die zullen er zelf ook wat voor moeten doen in tegenstelling tot al die teams, of heel veel teams die inzakken tegen ons en wachten. Ik verwacht daar veel van. Ik verwacht een mooie open wedstrijd zaterdag. Ik kijk er enorm naar uit. Naar een totaal andere tegenstander als dat wij de afgelopen tijd een beetje hebben gehad. En ik denk als wij gewoon goed georganiseerd blijven het scoren, daar heb ik alle vertrouwen in. Dat gaat echt wel weer komen. Okay. Succes daarmee met die voorbereiding. Hoeveel clubs zijn er al bij langs geweest? Daar ga ik niet over praten. Okay, goed. Succes. Dankjewel. Oh,